oudere mensen hebben iets meer vertrouwen in de politiek dan jonge mensen. Religieuzen hebben iets meer vertrouwen in de politiek dan niet-religieuzen. Vrouwen hebben iets meer vertrouwen in de politiek dan mannen. Maar de grootste kloof die ook al heel erg veel bestudeerd is en waar ik zelf ook onderzoek naar doe, is de kloof tussen opleidingsgroepen. Dus dat we zien dat lage opgeleiden minder vertrouwen hebben in de politiek dan hoge opgeleiden. Kun je iets zeggen over hoe dat komt? In de literatuur zijn er eigenlijk twee dominante verklaringen. De eerste is dat die zegt eigenlijk dat lage opgeleiden minder vertrouwen hebben in de politiek omdat ze minder politieke kennis hebben. Dus dat zou dus zeggen dat ze de politiek minder goed kunnen begrijpen, waardoor ze, ja, dat leidt tot allerlei frustraties, waardoor ze minder vertrouwen hebben in de politiek. Een andere verklaring zegt dat lage opgeleiden het financieel zwaarder hebben en dat ze daardoor de politiek ook schuldig bevinden voor hun economische positie. En dat ze daardoor minder vertrouwen hebben in de politiek. Maar onderzoek laat ook zien, en ook mijn eigen onderzoek, dat er wel een groot gat tussen lager en hoger opgeleide in politiek vertrouwen overblijft op het moment dat je dus rekening houdt met die twee verklaringen. Ja, en dat gat wilde jij gaan dichten? In ieder geval begrijpen. Ja, en waar sta je in die poging? Wat ik eigenlijk zie is dat heel veel lager opgeleide een sterke gevoelens van afstand hebben tot veel politici. En dan gaat het dus over een culturele afstand. Dus het idee dat politici ver afstaan van de levenswereld van die zij hebben en hun werkelijkheden eigenlijk. Ja. Er zijn drie aspecten die daarbij in het oog springen. Dus de eerste is dat de mensen die ik heb gesproken, die hebben het idee dat politici niet sensitief zijn voor hun leefwereld, dus waar zij mee te maken hebben. De tweede is dat zij ook het idee hebben dat politici ze zien politici als mensen die op een heel andere manier spreken dan dat zij zelf doen. Dus waar ze zelf zeggen dat ze heel direct praten, veel meer daadkracht daarmee ook uitstralen, vinden ze dat politici vaak heel politiek correct zijn. Mm-hmm. En ook op een heel erg, eigenlijk om de hete brei heen draaien. Ja. En het derde aspect wat heel erg in het oog sprong is ook het idee dat politici op je neerkijken. Dus de mensen die ik heb gesproken, die hebben het idee dat politici neerkijken op hun politieke interesses, politieke standpunten, hun levensstijlen. En dat ze dus zich daardoor ook minder waardig zouden voelen. Begrijp jij het een beetje, dat wantrouwen? Ik wil niet zeggen in hoeverre zij gelijk hebben bijvoorbeeld. Ik vind het vooral belangrijk dat dit zijn gevoelens die ze hebben. Mm-hmm. En dat zijn gevoelens die heel erg belangrijk zijn voor hun politieke, hoe zij aankijken tegen de politiek en tegen politici. Ja. Als je bijvoorbeeld kijkt naar die drie aspecten die ik heb benoemd. Als je kijkt naar de eerste, niet sensitief zijn voor de leefwerelden. Dat hangt heel erg sterk samen met het idee dat politici niet echte volksvertegenwoordigers zijn. Dat ook het beleid dat vanuit politici komt, dat niet een beleid is wat van toepassing is op hun leefwereld. Mm-hmm. Als het gaat over die communicatiestijlen bijvoorbeeld, dan gaat het heel erg samen met het idee dat politici ook niet dat ze een beetje daadkracht missen en dat ze misschien ook helemaal niet integer zijn. Omdat ja, als je op zo'n manier praat, dan heb je misschien wel iets te verbergen. He, dus dat idee van die perceptie van afstand en die perceptie van het idee dat politici niet op een duidelijke manier praten, dat dan hangt voor hen heel erg logisch samen met allerlei andere visies van hen.